Mevrouw de voorzitter, 129 onschuldige mensen, allemaal vermoord. Honderden gewonden, waaronder 3 landgenoten. Vrienden die samen van een drankje genoten op het terras van Le Café Le Carillon en Le Petit Cambodge in het 10e arrondissement van Parijs. Meisjes die iets verderop bij Pizzeria La Casa Nostra van de vrijdagavond en het begin van het weekend genoten. Ze werden het slachtoffer van de kogels uit de Kalashnikovs van de moslimterroristen. Stelletjes die met elkaar afspraken op het terras van restaurant La Belle Équipe, bruut en meedogenloos vermoord. En al die mensen, jongeren, die naar het concert gingen in de muziekzaal Bataclan, iets verderop in het 11e arrondissement. Onschuldige mensen in blinde paniek als ratten in de val. En het laatste wat ze hoorden was de triomfkreet van het kwaad. Het trotse geschreeuw van de vijand. Allahu Akbar. Afgeslacht in een bloedbad dat zijn weerga niet kent. Onbeschrijfelijk leed. Onbeschrijfelijk. Ik heb er geen woorden voor. Al die pijn, al dat verdriet, al die onschuldige mensen die hun partner, hun vader, hun moeder, hun kinderen, hun broer, hun zus, vrienden en kennissen onvrijwillig achterlieten in onmenselijk en bijna niet te dragen verdriet. En voorzitter, ik deel dat verdriet. Maar ik ben ook boos. Heel erg boos. In Parijs werden zoveel mensen in de bloei van hun leven bruut van het leven beroofd door moslimterroristen, waaronder teruggekeerde Syriëgangers. Volgens mediaberichten kwam een van de terroristen met de vluchtelingenstroom Europa binnen. Hoe vaak hebben we daar niet voor gewaarschuwd? Voorzitter, wat dit weekend in Frankrijk is gebeurd, kan morgen hier in Nederland ook gebeuren. En dat is de verschrikkelijke realiteit. Want het kabinet, dit kabinet, ons kabinet, verzuimt op schandelijke wijze haar plicht. De asielprocedure in Nederland is één grote gatenkaas. Zelfs bedriegers met valse papieren kunnen hier gewoon de asielprocedure in met alle risico's van dien. En bijna 12.000 mensen zijn alleen al dit jaar de asielprocedure ingegaan zonder papieren. Ongelooflijk. We weten niet eens wie we binnenlaten. Zo maken we het de kwaadwilligen of de terroristen wel heel erg makkelijk. Voorzitter, niet alleen Nederlandse Syriëgangers die terugkeren, maar ook terroristen of Syriëgangers uit Frankrijk of België kunnen bij hazeldonk gewoon ons land binnenrijden. Met een kofferbak vol kalasjnikovs en bomgordels. Want de grenzen, die staan nog steeds wagenwijd open. En Molenbeek, de Gazastrook van de Benelux, ligt amper een uurtje rijden van Nederland. En ik zei het al in het debat dat we hier in deze Kamer hadden in januari van dit jaar, na die laffe aanslagen ook in Parijs, Charlie Hebdo. Hoeveel aanslagen moeten er nog plaatsvinden? Hoeveel onschuldige doden moeten er nog vallen voordat bij u, meneer de minister-president, het kwartje eindelijk valt? Natuurlijk is het oorlog. Dat is het al 1400 jaar. En die oorlog heet jihad. En de jihad is de kern van de islam. Voorzitter, dat is geen mening, dat is een feit, dat is een gegeven. En de enige vraag die wij hier met z'n allen moeten beantwoorden is: vechten we eindelijk eens een keer terug of tekenen we de capitulatie? En ik zeg via u, mevrouw de voorzitter, tegen de minister-president: we hebben niets aan stoere uitspraken over oorlog als er geen passende maatregelen bij zitten. Want wat heeft u nou precies gedaan sinds het Charlie Hebdo-debat in januari? 60.000 extra asielzoekers zijn ons land binnengekomen. Een islamitische invasie heeft u gefaciliteerd. Alleen al vorige maand 12.000 mensen. En volgens de Europese Unie komen er volgend jaar zelfs 3 miljoen mensen naar Europa. Dankzij uw open grenzen, meneer Rutte. En de premier, mevrouw de voorzitter, die staat erbij en die kijkt ernaar.
Maar ik sta hier voor de veiligheid van de Nederlanders. Dat is het enige dat nu telt. En ik zeg via u, tegen de minister-president, met de grootst mogelijke klem, sluit die grenzen voor terugkerende Syriëgangers, voor asielzoekers. Dat moet nu gebeuren. Zorg ervoor dat al die asielzoekers, het waren er volgens mij 40 in het begin van dit jaar, al die Syriëgangers die zijn teruggekeerd naar Nederland, die u heeft laten terugkeren, zet die vast. Zet die vandaag nog vast. We hebben gezien als we dat niet doen, waar dat toe kan leiden in Parijs. Het zal toch niet zo fijn, mevrouw de voorzitter, dat wij dadelijk, als we die vijand niet opsluiten, ook in hier in Den Haag of Amsterdam dezelfde taferelen krijgen als het afgelopen weekend in Parijs. Voer administratieve detentie in, zodat we mogelijke terroristen preventief kunnen vastzetten. Als het oorlog is, meneer Rutte, dan zijn zij de vijand. En dan moeten we ze opsluiten. Er is geen alternatief. En als u dat niet doet, bent u geen leider van Nederland. Bent u van de afdeling pappen en nat houden? Bent u van de afdeling zachte heelmeesters maken stinkende wonden? Bent u van de afdeling laten we de andere kant op kijken? Bent u van de afdeling buigen voor Brussel en knielen voor Merkel? En ik rond nu af. Als u dat niet doet, die mensen opsluiten, zeg ik het vertrouwen in u op. En tenslotte, mevrouw de voorzitter, een laatste zin. En dat is dat de islam niet in Nederland hoort. Zolang we daar niets aan doen, zullen er aanslagen blijven komen. En ik weet het wel, u wilt het allemaal niet horen, maar het is wel de waarheid. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilders. Meneer Zegers heeft een vraag voor u. Mevrouw de voorzitter, wij staan hier tegenover een groot kwaad, het kwaad van het jihadisme. En de grote vraag is, wie zijn onze medestanders? De Wilders zegt nu in zijn bijdrage, we zijn al 1400 jaar in oorlog met de islam. We zijn 1400 jaar in oorlog met aanhangers van de islam. Terwijl het moslims zijn die in de eerste rij, in de eerste frontlinie staan tegenover het kwaad van het jihadisme. Terwijl het Koerdische moslims zijn die vechten met gevaar voor eigen leven tegen dit kwaad. Eenvoudige vraag aan de heer Wilders is, als hij deze schets zo hier neerzet, strijd tegen de islam, oftewel dat impliceert alle moslims. Mijn vraag is, heeft hij behoefte aan meer of minder tegenstanders? Nee, mevrouw de voorzitter, ik strijd hier al meer dan 10 jaar voor. En ik heb nooit gezegd, dan heeft de heer Zegers toch echt niet goed opgelet, dat wij strijden tegen alle moslims. Wat een onzin. Ik heb altijd dat onderscheid gemaakt. Wij strijden hier tegen de islam. En ja, de islam is een kwaadaardige ideologie. En ja, het leven van Mohammed is het voorbeeld van een krijgsheer wat we de mensen niet moeten geven. En ja, de Koran is een fascistisch, gewelddadig boek. Zeker. Dat wil niet zeggen dat er geen moslims daar ook het slachtoffer van zijn. Dat wil niet zeggen dat wij een gevecht voeren tegen alle moslims. Maar ik verzeker u, als u kijkt naar al die grote aanslagen hier in Europa de afgelopen 10 jaar, van Madrid tot Parijs, tot het Joods Museum in Brussel, tot Londen, tot onze eigen Theo van Gogh in Amsterdam, dat allemaal met elkaar gemeen heeft. Dat het geïnspireerd is op die gewelddadige islam. En ik zeg u, meneer Zegels, zolang wij dat niet erkennen, zolang wij politiek correcte onzin verhalen, ik zeg niet dat u dat doet, maar in zijn algemeenheid zitten te verkondigen, zal er niets in Nederland veranderen. En zullen de aanslagen blijven komen. Meneer Zegers. Mevrouw de voorzitter, 9 van de 10 slachtoffers van jihadisme, dat zijn moslims. De eerste strijders tegen het jihadisme, dat zijn moslims. Daar in de regio. Ik heb zelf 7 jaar in die regio gewoond. Ik ken het kwaad van het jihadisme. Ik weet dat de wereld van de islam duistere kanten heeft. Maar ik weet ook dat we bondgenoten hebben. Ik weet ook dat we potentiële medestanders hebben. En mijn vraag is, zijn dat ook de medestanders van de heer Wilders? Moslims die met behoud van hun eigen geloofsovertuiging strijden tegen dit kwaad. Zijn dat bondgenoten van de heer Wilders, ja of nee? Hoe meer moslims daar tegen strijden, hoe beter. Maar waar zijn ze? Waar zijn ze? Ik heb het niet over die paar honderd in Rotterdam deze week. Ik had verwacht dat er in Nederland en Europa, dat er 100.000 moslims op straat zouden gaan om te protesteren wat er tegen in Parijs is gebeurd. Ik heb ze niet gezien. En ik heb ze toen niet gezien en ik zie ze nu niet. Dus die bondgenoten van u, die zijn zeer schaars. Meneer Zegers, tot slot. Mevrouw de voorzitter, ze stonden er. Ze stonden er bij de moskee in Rotterdam. Ze hebben gedemonstreerd. En het zijn Koerden, het zijn duizenden Koerden die vechten tegen IS. En mijn oproep aan de heer Wilders is, duw potentiële bondgenoten niet van je af, maar sta schouder aan schouder tegen het kwaad van het jihadisme. En dan komt het aan op taal en dan komt het aan op andere taal dan de heer Wilders net heeft gebezigd.
Mevrouw de voorzitter, we hebben nauwelijks protesten gezien, helaas. Waren ze er maar. Maar ik zeg tegen de heer Segers, wij moeten in Nederland de-islamiseren. We moeten af van de islam. Dat is de enige oplossing. Geen pappen en nat houden, af van de islam. Als we dat niet doen, dan zullen we de ellende en de aanslagen die we de afgelopen decennia hebben gezien, blijven houden. We hebben het paard van Troje naar Europa gehaald. We hebben ze niet gevraagd te assimileren, maar ze gepamperd van alle kanten. We zijn niet opgetreden tegen de agressievelingen onder hen. En dat zullen we eindelijk een keer moeten gaan doen. En waar we moeten beginnen, is het sluiten van de grenzen. Het sluiten van de grenzen voor mensen uit islamitische landen. Het stoppen van de asielinstroom. Want we weten niet eens wie we binnenhalen. 12.000 moslims, bijna allemaal, zonder papieren die we gewoon toelaten. Dat is vragen om problemen. En ik snap niet dat u met interrupties komt over onze vrienden. Het zijn niet allemaal onze vijanden. Maar de ideologie is levensgevaarlijk. Meneer Kuzu. Voorzitter, ik haak even aan op het element dat in de afgelopen dagen er heel weinig moslims zich van zich hebben laten horen. En dat meneer Wilders die niet heeft gezien. We hebben in Rotterdam een hele waardige bijeenkomst gehad. We hebben in verschillende gemeenten in het land hebben we op een hele waardige manier een minuut stilte gehouden. In Amsterdam hebben moslims en joden hand in hand geprotesteerd tegen die vunzige aanslagen in Parijs. Hoe kan het dan zo zijn dat meneer Wilders de islam en daarbij meteen ook daar meteen aan toegevoegd, moslims geloven nou eenmaal in de islam, dat hij die mensen wegzet en dat hij niet aangeeft van ze dragen bij aan de oplossing? Dank u wel. Nee, allebei is niet waar, want nogmaals, ik heb het over die kwaadaardige, gewelddadige ideologie en niet over de mensen. Dus ja, dat u dat op één lijn scheert, zegt meer over u dan over mij, want ik heb dat niet gedaan. En ten tweede, er waren er bijna geen. Misschien op een plekje in Rotterdam. Ik bedoel, er waren volgens mij meer mensen van het NOS-journaal die dat graag uitzenden live. Goed gefilmd, dat iedereen in Nederland denkt dat er 3 miljoen mensen stonden. Dat was niet zo. Dat was niet zo. De werkelijkheid is dat ik geen massademonstraties heb gezien in heel Nederland of in Parijs of in elders waar moslims zeggen en opstaan in grote getalen: dit is niet mijn islam. Ik heb ze niet gezien. En zolang ik ze niet zie, is het de minderheid die kan doen wat ze doen omdat de meerderheid het gedoogt. Dat is wat er aan de hand is. Meneer Kuzu. Voorzitter, meneer Wilders sluit zijn ogen voor de werkelijkheid. Want die waren er degelijk. Als je het niet wil zien, dan zie je ze ook niet. En mijn oproep hier is, laten we nou samen met elkaar die vuist tegen terreur gaan maken. Vuist tegen terrorisme. Moslims en niet-moslims. Van alle gezinten, van alle geloven bij elkaar. En dat is volgens mij precies ook de strijd die we met elkaar moeten gaan voeren. Maar wat ik hier zie, is dat de heer Wilders in een schijnwerkelijkheid leeft, niet wil zien wat er allemaal in de samenleving gebeurt. En daarmee is hij tweedracht aan het zaaien. En mijn vraag is, waarom doet u dat nou constant? Meneer Wilders. Mevrouw de voorzitter, de werkelijkheid is dat wij in Europa al tientallen jaren, in ieder geval ruime tijd, overal aanslagen zien van Allah Akbar roepende mensen, moslims, van Madrid tot Amsterdam, van het Joods Museum in Brussel tot in de metro in Londen. En wat gebeurt sinds we de massa-immigratie uit islamitische landen hebben toegelaten hier? Dat hebben wij niet gedaan, dat hebben andere politieke stromingen gedaan. En wat we tegelijkertijd zien, iedere keer opnieuw, is dat daar geen massaal protest tegen komt. En ik zeg u, ik wil geen tweedracht zaaien. Ik wil zorgen dat Nederland een veilig land wordt. En we hebben al die ellende sinds we de islam hier hebben geïmporteerd. En wat ik zeg is dat we moeten de-islamiseren om Nederland veiliger te maken. Meneer Kuzu. Voorzitter, daar alleen red je het niet mee. Als we met elkaar terrorisme gaan bestrijden, dan moeten we ervoor zorgen dat we dat samen gaan doen. Dat betekent dat je geen onderscheid moet maken in moslims en niet-moslims of islamieten of niet-islamieten. Dat moeten we samen met elkaar gaan doen. We moeten denken aan de veiligheid van ons land en daar moeten we schouder aan schouder voor staan. En het is niet alleen de oproep die de heer Wilders hier doet al 11 jaar lang. Het gebeurt in de samenleving en ik zie dat het steeds vaker gebeurt. En wat alle antiterrorisme-deskundigen ook zeggen is dat we de voedingsbodem met elkaar moeten bestrijden. De NCTV geeft aan in zijn terreurdreiging van afgelopen juni dat de uitspraken van de heer Wilders ook een magnetische vorm hebben in het binnenhalen van terreur in Nederland. Hoe ziet u uw eigen rol daarin? U bent een terreurmagneet, meneer Wilders.
Ja, voorzitter, de ene keer noemt Ter Kouso mij een gezwel. Dan noemt hij mij Hitler. Dan zegt hij dat ik het zijn. Hij mag het allemaal doen hoor, wat we er ook van vinden. Maar ik sta hier voor één ding. En dat is voor de veiligheid van Nederland. En dat is voor het bestrijden van de wortel van het kwaad. En die wortel van het kwaad heet de islam. 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 En wij zullen niet rusten voordat we Nederland hebben gede-islamiseerd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilders. Dank u wel. Dank u wel. Dan... Meneer Kouso, een persoonlijk feit, kunt u een opmerking maken?